Even preppen voor het shot. Momentje. Hallo lieve mensen en welkom bij een nieuwe video van mij uit New York. Ik sta op dit moment op mijn dakterras. Het was een heerlijke zonnige dag. Daarom sta ik ook in mijn comfortabele kloffie. Ik heb de hele dag op het dak hier gehangen in het zonnetje. Heerlijk. Het was een soort van mini zomervakantie vandaag. Zo voelde het. Ik heb afgelopen week een fietstochtje gemaakt samen met Demi. En dat was erg spannend. Fietsen in New York is namelijk een van de gevaarlijkste dingen die er is. Schijnt. Ik heb ook wat artikelen gelezen over fietscouriers hier. En dat gewoon vrijwel de gevaarlijkste baan is die je hier in de stad kunt hebben. En daarom gingen wij dus fietsen. Want dat leek ons gewoon leuk. Dus dat ga ik je zo laten zien. Wat een fantastisch verhaal dit. Prima. Ik wil je graag vragen, als je nog niet geabonneerd bent, om dat zeker even te doen. Want zo ben je altijd part of the adventure en mis je nooit een video van mij vanuit deze fantastisch geweldige stad. En laat ik verder niet al te lang gaan lullen, zoals ik altijd zeg. Wat ik altijd wel gewoon doe. Laten we gewoon gaan beginnen. Veel plezier. Well, I'm going to say that everybody from New York, this is probably a football game. Hallo lieve mensen, het is zaterdag en wij lopen lekker buiten. We gaan even wat eten. God, begin weer de vlog met eten. Food, 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 food. Het is heerlijk weer. Het is zonnebrillen weer. Het is fijn. Wij wonen dus op 34th Street. Dat is best wel een bekende straat. Daar zit ook Penn Station en ook Madison Square Garden. En bij Madison Square Garden heb je The Pansy. En The Pansy is een food hall. Aan de buitenkant denk je, nou, ik weet niet of het zo leuk is binnen. Maar ze hebben er echt van alles. En ze hebben er dus ook vegan food van de Cinnamon Snail. Blijkbaar is de Cinnamon Snail echt de holy place voor vegan food. Dus we gaan even wat lekker scoren. Oh, wat heerlijk. Lekker daarboven in het zonnetje op het terras. Het terras. Dat is wel iets wat ik mis aan Nederland. Jij ook? Ja. Gewoon lekker. Zaterdagmiddag op het terras. Vechten voor je stoeltje. Wat zal ik dus nemen? Ga je voor de Beast Mode Burger? Ik denk dat ik ga voor die Maple Mustard Tempeh. Daar hoorde ik heel veel goede dingen over. Ja, het ziet er allemaal zo lekker uit. Ik ben al 15 jaar vegetariër. En ik ben dus niet officieel vegan. Ik eet veel vegan. Maar als je hier echt volledig vegan zou willen zijn, dan is dat heel goed mogelijk. Er zijn zoveel opties in de stad. Mensen, hier zit gewoon mac and cheese onder. Doe normaal echt. Zo lekker. Ik kreeg al aardig wat vragen of ik al aangekomen ben. En dat ben ik in principe nog niet. Ik heb, voordat ik hier naartoe ging, heb ik in Nederland een eigenlijk net iets te strakke Levi's broek gekocht. En ik heb me voorgenomen dat zolang ik die broek pas, dat het goed is. En hij past, ik heb hem aan. Hij zit nog goed. Het is, hoe laat is het eigenlijk? 9:15 en wij zijn thuis in de tv-kamer. Wij gaan Finding Dory kijken. En eigenlijk liggen we hier al een paar uur. We hadden ons dus helemaal voorgenomen dat we lekker vandaag gingen wandelen door de stad. Maar na onze late lunch vanmiddag bij de Cinnamon Snail waren we vrijwel echt heel erg kapot. Ineens. Dus toen dachten we, weet je wat, we gaan gewoon terug, we gaan lekker film kijken. Nou, we hadden het briljante idee om de Despicable Me 3 aan te zetten. En ik heb er precies 10 minuten van gezien, en toen ben ik in slaap gevallen. En nu is het 9:15. En nu gaan we beginnen aan de tweede film. En ga ik het wel wakker houden. Oké. Dit is dus een van de gezamenlijke ruimtes hier. En hier kan je lekker tv kijken. We zitten ook lekker samen, want ja, wie gaat er nou verder op zaterdagmiddag als het prachtig weer is hier voor een tv zitten, midden in New York. Dus we hebben het rijk voor ons alleen. Delivery! Hoe laat is het? Ik ben het helemaal kwijt. Is het 10:30? Weet je hoeveel uur we hier al zitten? 10:30? Nee. Serieus? Oh ja, pik, kom, we gaan wat doen. We hebben ons helemaal vol gevretten aan de pizza en vanmiddag al van alles. We gaan nog even een stukje lopen. We gaan wel even
Naar de Kiko. Ja, we gaan naar de Kiko. $1 nail polish. Oh nee, $2. Nou, dan kunnen we wel leien. Oké, we gaan, we gaan, we gaan, we gaan, we gaan, we gaan. Chill out Times Square is dat de winkels zijn altijd tot laat open. Dus als je je bedenkt, s'avonds laat, dat je graag nog wil winkelen. Late night shoppings, dat kan hier goed. Moet je nagaan, hè? Dat is nu 11 uur s'avonds en het is hier zo druk. Het is gewoon drukker dan overdag, lijkt het. Ja. Deze auto knalt net vol op die en er stappen twee meiden uit en die flippen helemaal op die kerel. Oh, die gaat hij uitstappen. Oh ja, oh feest. Times Square is natuurlijk bekend om de billboards. En het kost een bedrijf tussen de 1,1 miljoen en $4 miljoen per jaar om hier te adverteren op een billboard. Dit is briljant. Kan je een stukje plakband op je hand plakken en dan kan je daar je kleurtjes op testen. Oh jee, oh jee. Het is 12:30 s'nachts. We staan nog steeds in de Sephora. Buiten is binnen. Kijk even naar de situatie. Ik lijk wel mijnwerker. Het is zondag. En het is vandaag Earth Day. En Earth Day houdt in dat je stilstaat bij het consumentengedrag dat invloed heeft op de aarde. Dus wij hebben ons even ingelezen. En wij gaan vandaag zoveel mogelijk eco bezig zijn. Dus wij gaan geen auto pakken, geen Uber, geen taxi, geen metro. Wij gaan lopen, wij gaan de fiets pakken. De fiets, hier, dat is best spannend. En we gaan niks kopen, behalve eten. Want ja, our girls gotta eat. Vegan gaan we eten vandaag. Wat goed! Ik vind het een goed initiatief. We gaan kijken in hoeverre dat wij erin mee kunnen gaan. We gaan ons best doen. Nou, zullen we maar meteen de fiets pakken dan? Ja. Ons vervoer voor vandaag is de citybike. Oké, de citybike is echt super handig. Je kunt gewoon zo'n fiets uit zo'n stelling halen. Dan betaal je $3 voor een half uurtje. Je toetst de nummer in, je betaalt met creditcard en je kan gewoon lekker gaan fietsen. En als je er klaar mee bent, dan zet je hem gewoon weer ergens in een station weg. Er zitten echt super veel van dit soort stations in de stad. Oké, voer een nummertje in. Ja, ik vind dit heel spannend. Dit wordt wat. Ja, dit is natuurlijk super shaky, dit beeld. Ik vind het scheiteng. De ene straat is one way en dan is het weer... Er zit weinig logica in. Je moet wel even je route kennen, zeg maar. Het is erg leuk, maar het is niet makkelijk. Het is echt heel goed kijken waar dat je kan fietsen. Het is ook best wel onduidelijk, maar leuk is het wel. Het is wel een avontuur. We hebben nu al mensen die ons haten omdat we te langzaam fietsen. Davy! Van alle kanten ingehaald ook. Prima. Hadden we ook gewoon kunnen doen om geld te besparen en consumentengedrag tegen te gaan. Gewoon lekker op een handdoekje hier aan het water gaan zitten. Volgende keer. Ik mis een beetje een muziekje of zo. Oh god. Een tipje voor als je dit wil gaan doen. Zorg echt dat je de lange fietspaden pakt. We rijden nu langs de Hudson. En hier kun je gewoon aan één stuk doorrijden. Maar als je in de stad gaat fietsen, moet je op elk hoekje van elke straat moet je stoppen. En het is gewoon heel onduidelijk waar je precies wel en niet mag fietsen. Daarnaast merk je ook dat automobilisten hier niet heel erg ingesteld zijn op fietsers. Niet zoals in Nederland. Dus auto's gaan ook gewoon. Ongeacht of je ernaast of ervoor of aan de zijkant rijdt. Geen idee. Loop maar gewoon. De third floor. Oeh. Het galmt hier ook lekker. Hallo? Ja. Oh, liften. Parkeerplaats hier bovenop.
We staan op het dak bij Chelsea Piers. En je kunt hier dus trapezen vliegen, zoals ze het hier noemen. En dat wilden we dus doen. Alleen dan moet je een class boeken. Dus foldertje mee. Ik wil dit echt graag doen. Er staat ook echt bij. Forget fear. Hop. Holy shit. Dat is awesome. Bovenop het parkeerdek. Zo chill. Wauw. Lekker plekje hier. We zitten bij Urban Vegan Kitchen. En we waren eigenlijk onderweg naar Butcher's Daughter. Toen zagen we dit. Toen zagen we een potentiële zitplek waar we dus nu ook zitten. Toen dachten we, dit moeten we doen. Lekker buiten. Oh, heerlijk. Ik ben helemaal blij. We lopen alweer een aantal uurtjes in de rondte. Dat doen we gewoon heel vaak. Dan gaan we niet specifiek ergens naartoe, dan lopen we gewoon rondjes. Gewoon omdat je altijd weer overal op leuke plekken uitkomt. En dat je dan lekker kan genieten, lekker rond kan kijken. Dit was onze Earth Day. We hebben goed ons best gedaan. We hebben niks gekocht met plastic tasjes. We hebben vegan gegeten. Fiets gepakt, we hebben gelopen. We gaan nu helemaal naar huis lopen. Ik vond het een geslaagd weekendje. Volgende week gaan we naar Washington. Bij Trumpy op bezoek. Gezellig! Ja, geslaagd weekend jongens. Geslaagd weekend! Nou, tot zover ons fietsavontuur. Een helm is dus absoluut zeker een idee. Ja, als je hier gaat fietsen, onthoud dat, neem dat mee. Dat was hem voor deze week. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En heb je nou tips voor Washington, omdat je er misschien bent geweest? Laat die dan zeker eventjes hieronder aan me weten. Ik wil jullie zoals altijd weer bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie je heel graag volgende week vrijdag om 5 uur weer voor een nieuwe jongens. Gewoon gezellig, omdat ik kan. Live. Van mij. Oké, okay, bye. 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 Doei.